de meeting ging meer om SZF, waar staan we nu? Waar willen we gaan met het SZF in 3 en 5 jaar? En in dat kader hebben wij een strategisch kader geformuleerd, 2021-2025. De huidige status SZF, de bijzonderheden, eerste kwartaal wat we hebben gerealiseerd. We hebben onze dochterondernemingen een beetje besproken met de president. De uitdagingen. We hebben een aantal acties ondernomen die kostenbesparend zijn. Dat hebben we ook aangegeven, gepresenteerd aan de president. En SZF, hoe verder? Dat zijn zaken waarover we hebben gehad met de president. We hebben een programma in elkaar gezet. We hebben de organisatiescan uitgevoerd. En daaruit hebben we een aantal acties gelijk ondernomen, waaronder organogram. Geüpdate, u weet dat SZF voor het eerst 4 directeuren heeft. Toch? Voorheen was dat nooit het geval. En in dat kader hebben we structuur gebracht. Dat is al af. We hebben gedaan aan capaciteitsversterking. We hebben gekeken welke afdelingen leiders vooral versterkt moeten worden. Dat hebben we ook gedaan. We hebben geprobeerd met onze handeling rust bij de dienstverleners te bewerkstelligen. Dat is ons gelukt door tijdig te betalen. Een ander iets wat we hebben gedaan is we praten aan met de dienstverleners over de toekomstige tarieven. Dus dat zijn zaken die we nu hebben gedaan. Met betrekking tot SZF, hoe verder? We hebben 5 strategische focusgebieden, namelijk procesverbetering en vernieuwing, duurzame partnerships en samenwerkingen, capaciteitsontwikkeling en versterking. Dus wat daarover had ik net, capaciteitsversterking. Bedrijfsimagoversterking, dat willen we ook doen. En verbeteren van goed bestuur en beleid door corporate governance in te voeren. Dus zo willen we dan richting toekomst. We hebben onlangs Armulov, is een van onze grote partners. Dat zijn, het gaat om Surinamers, Surinaamse mensen, ons volk dus, voor ziekten of aandoeningen die niet hier behandeld kunnen worden. Die worden dan uitgezonden. Er was een achterstand en we hebben aanmaningen gehad dat de dienst zou stoppen, terecht ook. En we hebben alles erin gedaan om. We zijn begonnen in oktober en onlangs hebben we kunnen met goed beleid $1 miljoen overgemaakt, waardoor gegarandeerd nog de diensten van Armulov gebruikt kunnen worden. Onze BAZO-verzekering is onlangs op basis van een regeringsbesluit. Er zijn alle BAZO-kaarten met een vervaldatum van 31 juli 2020 automatisch verlengd naar 31 december 2021. Dus nogmaals, alle BAZO-kaarten met een vervaldatum van 31 juli 2020, dus afgelopen jaar, juli 2020, zijn automatisch verlengd tot en met 31 december 2021 voor een jaar. Ja. En BZF, met dezelfde verval, 31 juli 2020 tot en met eind april 2021. BAZO-kaarten, dat zijn kaarten voor 0 tot 16 jaar, 0 tot 17 jaar en 60 plus. Alles daartussen is BZV. Dus BZV is 17 plus tot en met 59 jaar. Ja. Misschien moet ik even snel vertellen. Aantal BAZO-BZV-kaarten die wij hebben gehad na het regeringsbesluit. Is 23.000. Dat zijn aanvragen vanaf januari tot en met maart. Toch? Alle aanvragen die zijn gedaan bij het ministerie van SOSAFO zijn bij ons. Wij gaan verwerken en iedereen krijgt een kaart. Dat gaat om 23.000 kaarten. Van die 23.000 hebben we tot heden verwerkt 18.500. En fysiek afgegeven bijkans 10.000, dus 8.500 kaarten liggen nog bij ons. En dan is uw vraag terecht, waar kunnen die mensen? Die mensen kunnen dan naar alle SZF-kantoren en in het binnenland
gaan wij een, zijn we met MMC, dat is Medisch Moera Ziekenhuis Medical Center, in elk geval ziekenhuis Nikeri, en met MZ, Medische Zending, bezig. Dat zijn de twee organen die belast zijn met BAZO-kaarten te geven in het binnenland.